In dit theater, dames en heren, strafpleiters Gerard Sprong en Theo Hiddema. Jullie hebben beide het Wildersproces en in dit geval ook de uitspraak gevolgd. Gerard Sprong, jij hebt met regelmaat, ik geloof bijna alle keren dat we erover spraken, bij mij hier aan tafel gezeten. Meneer Hiddema, ik heb u ook wel eens zo her en der ergens zien opduiken als het ging over deze zaak. Dus u heeft het ook goed gevolgd. Vindt u het ook een fijne zaak eigenlijk om te volgen? Ja. Wat vindt u er fijn aan? Kan je lekker ergeren. Wat is de grootste ergernis die u heeft? De grootste ergernis? Dat is de hypocrisie die gemoeid is met deze berichting. Als je, en de groepsbraafheid die ermee ook mee samenhangt. Als je die optocht ziet naar de aangiftebureaus. In kolonnes. Met burgemeesters en gezagsdragers zwelgend van eigendunk en groepsbraafheid voorop, dan is het een soort volksgericht, wat het voor mij onverteerbaar maakt, enerzijds. Maar het heeft toch ook iets komisch. Want als je het helemaal beschouwt in wat er vandaag de dag in de wereld gaande is, is het een tikkeltje ridicuul. Als je nou ziet dat Wilders hier voor een toespraakje in een Haags café, in een bovenzaaltje, te midden van wetsgetrouw publiek, daar een uitlating doet waarvan we nu met een boel gekunsteldheid, maar dat kan ik u wel uitleggen als u dat prijs opstelt, een juridische veroordeling uit weten te wringen. Terwijl een week van tevoren moet die Merkel met de hete adem van de AfD in haar nek, in een strak geregisseerde toespraak voor de afgevaardigden, heeft verkondigd dat er minder Noord-Afrikanen Duitsland inkomen en meer eruit. Ze kregen 11 minuten durend applaus, allemaal strak geregisseerd. Dat de Nederlandse overheid bijdraagt aan de 6 miljoen die Turkije heeft bedonken voor het filtreren van de vluchtelingenstroom. Ja. Wat hoopt de Nederlandse regering daarmee? Dat er landen uit de Maghreb, de inwoners daarvan, stranden in Turkije, dan zijn wij er vanaf. De facto doet de Nederlandse regering en gaat Duitsland doen wat Wilders wordt verweten. Nou, als je dat nou eens een beetje grootschalig beschouwt, dan denk je, waar zijn wij hiermee bezig? En als je dan ziet hoe gekunsteld de Nederlandse, ja, rechter zal ik maar zeggen, probeert er een veroordeling uit te wringen, artikel 10 van het Europees Verdrag staat dus garant voor de vrijheid van meningsuiting. Daar kunnen inbreuken op worden gemaakt, mits die bij wet zijn voorzien. En ze ook, ja, het landsbelang dienen. Pressing social need heet dat bij de uitleg van het Europees Verdrag. Als een noodzakelijke beperking optreedt vanwege, ja, het instand houden van de democratische samenleving, dan mag die inbreuk er komen. Ja. Nou, de rechter heeft gezegd dat die noodzaak er is. Terwijl Wilders heel makkelijk de dans had kunnen ontspringen. Als je dat vonnis leest, dan zegt de rechter ook, meneer, u zit in dat Haagse cafeetje daar te roepen, minder, minder, minder. Als u dat nou had gedaan in een politiek debat met opponenten zoals hier, dan is blijkbaar niks gebeurd. Hè? Maar u heeft geen bijdrage geleverd aan het politieke debat. En dus hangt hij. Ja. Dat is toch bezopen? Ja. Moet eens kijken wat voor politiek debat door die woorden in die zaal door hem is veroorzaakt. U heeft de usual suspects hier wekelijks over de vloer. Als het debat van je wels. Noem het maar een stimulans van het debat dus juist. Zal ik maar zeggen. Ja. Maar de rechter heeft geoordeeld dat hij door die uitlatingen geen bijdrage heeft gedaan aan het politiek debat. Gerard Sprong, nou, mag ik een reactie even vragen? Anders wordt het zo'n Ja, maar Sprong heeft je al 80 keer gehad. Het is toch ook leuk dat jullie hier samen zitten. Sprong een beetje stof tot nadenken, want hij komt toch wel weer terug. Hij heeft een chronische knipkaart die jullie hier. Ja. Nou, dat valt best wel mee, Theo. Ja? Het is een interessante analyse die van die groepsbraafheid. Maar we kunnen er toch niet omheen, denk ik, dat wat daar gezegd is in dat zaaltje gewoon volgens de wet en de rechtspraak van niet alleen de Hoge Raad, maar ook vooral van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat is ook een gezaghebbend college. Het is gewoon een strafbaar feit. Nou, hij heeft de wet overtreden. En als hij de wet heeft overtreden, moet hij net als iedere andere rechter voor het hekje staan en daar verdienen wij beide ons brood mee. Nou, dat is een eerste klas logica. Oh, maar meneer Paul heeft mij daar uitgenodigd om ook jou inzichtelijk te maken dat mijn beste beschouwing, wat hij gedaan heeft, niet strafwaardig is.
Dat denken we natuurlijk verschillend over. Nee, dat kan niet, want je hebt me nog helemaal niet gehoord. Nee, maar dat denken we dus ook. Nou, als ik de rechtspraak van het Europese Hof erbij neem... zal meneer rekenschap moeten geven. Jouw gedachten zijn al lang gefixeerd. Dat wat hij gezegd heeft. Zullen we even luisteren naar strafbaar is? Meneer Hema, leg eens uit waarom u zegt dat dat zo is. Dat zal ik precies vertellen. De kwestie is deze. Als er moet een pressing social niet zijn. Nou, dat is er wel als je hier een hele hoop Marokkanen buitenspel zet. Nou, rustig. Ze zitten nog allemaal op hun vaste stekkie. Er is nog niemand buiten de deur. Nou, er moet een dringende noodzaak zijn van sociale impact. Ja. Nou, zou de rechter kunnen denken. En zegt ook het Europese Hof, die sociale noodzaak die kan per land verschillen. Nou wonen wij in Nederland. Nou kan die rechter denken, die uitlating heeft hij gedaan. Bestaat er vanuit de Nederlandse situatie een dwingende noodzaak om hem af te straffen vanwege die handeling? Nou, dan oriënteert de rechter zich op de Nederlandse samenleving. Nou, dan denkt hij, je moet toch wel als een blinde mol in deze samenleving belanden. Als je nu opeens denkt wat ik hier hoor, daar zijn Marokkanen de dupe van. Daar kan wat discriminatie van door ontstaan. Want de kwesties zijn hier al lang gefixeerd. Iedere Marokkaan kent Wilders al 10 jaar. Wilders heeft zo zijn oordeel al 10 jaar over iedere Marokkaan. Die situaties zijn totaal gefixeerd. Daar is niks nieuws onder de zon. En iedereen weet dat Wilders een demografisch verlangen koestert om tot minder import van Marokkanen en tot eerdere uitzetting van criminele Marokkanen. Daar is niks mis mee. En nou moeten we die uitspraak in dat zaaltje, meer, minder, opvatten als strafbaar, want hij had moeten zeggen minder criminele Marokkanen. Je moet toch wel een blinde mol zijn als je nog die context van wat Wilders bedoelt niet onderkent. Want je kent hem al 10 jaar en dus hij kent zijn doelwit ook 10 jaar. En dan wat hebben we dan nog meer? Nou, denkt die rechter dan. Hier komen geen nieuwe beschadigingen uit voort die er eerst nog niet waren, want iedereen weet wat Wilders gaat zeggen en wat hij bedoelt. En, zal die ook denken, wij leven in een land, dat kan best tegen een stootje hoor. We hebben hier een gezaghebbend politicus gehad. En die heeft gezegd dat Marokkanen, die zijn etnisch voorbestemd. Daar komt het op neer om hoog te eindigen in de criminaliteitscijfers. Meneer Wilders twijfelde over zijn uitlatingen. Dat raakt de Marokkanen, dacht ik, in de kern. Ja. Dat is bijna een racistisch belediging, getinte belediging. Het etnisch monopolie was afkomstig van Diederik Samson. Ja. Nou, meneer Samson is nu politicus af, hebben we vanavond kunnen verluiden. Ja. En de justitie zit nog helemaal in de roes van de overwinning. U zegt dus ze hebben nou alle ruimte om Samson aan te pakken. Juist. Want zijn belediging is veel kwetsender en raakt de kern van de eer, de eergevoel van iedere Marokkaan. Hij is vanuit zijn genen voorbestemd om hoog te eindigen de criminele staat. Dat is andere koek dan Wilders die zegt, het zou beter zijn demografisch gezien, dat we een beetje minder hebben. Gerard. Maar nooit heeft Wilders ooit bedoeld dat hij mensen gaat deporteren. Die hier gewoon op hun stekkie zitten. Hoeven we hier maar niet even weg. Uitspreken. Ja. Dat weet iedereen. Ja. Hoeveel tijd heb ik nog? Ja, nou even niet. En daar wil nu even een reactie van. Dat meneer Spong dan zo weinig tijd heeft om op deze zinvolle beschouwing te reageren. Ja, dat zou zonde zijn. Ja, dat zou ontzettend zonde zijn, Theo. Maar ik ben wat korter van stof. En dan gaat heel ongelukkig naar huis. En het is natuurlijk wel zo dat er zijn een aantal getuigenverklaringen. Die ken je natuurlijk wel. En die houden in dat Wilders zelf ook twijfelde aan de strafbaarheid van zijn uitlatingen. Nee, dat was op de uitlating op de markt. Hij vroeg van, kan het eigenlijk wel? Nee, je hebt het. En afgezien daarvan... Mis, hoor. Nee, zit ik mis? Nou, hij zit helemaal... In ieder ik geval... kan de officier erbij halen, oh. Want die heeft het moeten bekopen met een vrijspraak, die affaire op de markt. Ja, maar je weet in ieder geval, je weet in ieder geval wel dat de rechtbank een buitengewoon uitvoerig gemotiveerd vonnis heeft gewezen. En je weet ook wel dat die motivering van de rechtbank, dat die buitengewoon gedetailleerd is. Ja. En dat die gedetailleerd ingaat op de rechtspraak van het Europese Hof. Maar niet en die pressing social niet, en niet, die jij afwezig acht, die heeft die rechtbank volop aanwezig acht. En kan je natuurlijk van mening over verschillen. En totaal maar niet inhoudelijk van argumenten voorzien. Wat jij nu zegt is heel interessant. De rechtbank dat is heeft... leuk om te horen dat het interessant is. De rechtbank heeft gezegd dat de uitlatingen van Wilders in die zaal, die waren strak geregisseerd. Hij wist van tevoren wat hij ging doen en hij had interactie met het publiek. Dus dat was geen slip op de tong.
zegt de rechtbank. Ja. Moet je vrouw Merkel zien. Ja. Nou, goed. Waarom sleep je steeds die mevrouw Merkel erbij? We leven toch in Nederland met een Nederlandse wet. Nou, dat hadden ze zo kunnen doen. De Nederlandse rechter, had zo kunnen oordelen als hij over de grens kijkt. God, wat gebeurt daar? De staatshoofd die zegt hetzelfde. Maar toch, het ging over de geregisseerde uitspraken van Wilders, waar de rechter het over had. Nou, in dat zaaltje was hij de klos, want hij heeft geregisseerd. Ja. Maar hij heeft ook meer feiten op zijn telastenlegging staan. In hetzelfde jaar, op 12 maart, heeft hij op de markt gestaan. En heeft hij ook minder Marokkanen geroepen. Ja. En wat zegt de rechtbank? Daar word je van vrijgesproken. En zo zie je hoe geprutseld in de wezen van elkaar, zit. Ja. Want in het zaaltje was er interactie met het publiek. En op de markt heeft hij ontbroken. En daarom wordt hij vrijgesproken. Ja. Nou, hoe gekunsteld kun je het maken? Gekunsteld, Gerard Spong even. Want wat er in eerste instantie is gezegd door Gerard Wilders... Geert Wilders is Dat komt ook niet bij toeval zo. In een gesprek met een verslaggever. Jullie zien elkaar veel te vaak. Dat is het. Freudiaans, hè? Freudiaans. Maar de rechter zegt, dit was allemaal georganiseerd. De mensen waren van tevoren geïnstrueerd wat ze moesten doen. Het was een opmaat in een volgorde van drie verschillende dingen. De allemaal elementen die de rechter benoemde om te zeggen van dit was precies wat de bedoeling was. En dat eerste, daarvan zei die rechter volgens mij min of meer van ja, oké, dat kan ook een slip of the tongue zijn. Je weet toch altijd wat Wilders bedoelt. Als Wilders nou op de markt zegt minder Marokkanen, heeft hij zich dan verslikt en bedoelt hij een beetje minder? Of sorry dat ik dit zeg, schijnt het toch uit. Wilders zegt precies wat hij wil. Ik over dat gekunstelde zal zeggen is dit. Ik ben met het Openbaar Ministerie van mening dat ook de lastenlegging voor 12 maart... dat tot een veroordeling had moeten leiden. Omdat ook al gebeurt het op een markt... de bewoordingen waar het om gaat, die zijn zonder meer bijzonder grievig, onnodig grievend... en beledigend. De rechter heeft daarvan vrijgesproken. Ik kan me best wel voorstellen dat uiteindelijk het Openbaar Ministerie in hoger beroep... want het schijnt hoger beroep te zijn aangetekend. Ik zeg er even direct bij, er is een adagium dat heet appelleren is riskeren. Dus het kan misschien nog helemaal fouter aflopen voor meneer Wilders in hoger beroep. Mag ik een ander element aansnijden? Dat leek mij als geïnteresseerde leek toch wel opmerkelijk. Dat de rechtbank eigenlijk begon door, voordat ze met de uitspraak van dit proces... begon met een soort bijna personal note eigenlijk. Er moet mij toch iets van het hart. Luister even naar een klein fragment. Het is ons echter niet ontgaan dat de heer Wilders zich meermalen over deze strafzaak en de rechtbank heeft uitgelaten in berichten op zijn Twitter-accounts. Zo schreef hij over een neprechtbank, dat het vonnis al klaar lag en publiceerde hij foto's van de rechters met een verwijzing naar D66. Een feitelijke onderbouwing daarvan of een toelichting daarop hebben wij niet kunnen vinden. Wij vinden deze opstelling van een gekozen politicus en een medewetgever onwaardig. Ja, waarom gebeurde dit, Gerard? Ik geef jou nu als eerste het woord. Ik denk dat de rechtbank, gelet op het feit dat het toch een beschuldiging is onder de gordel... die een politicus niet betaamt, dat ze toch de vrijheid hebben genomen om daar wat van te zeggen. De rechtbank is natuurlijk ook niet een soort sitting duck. Ja. En als Wilders denkt van ik kan die rechtbank straffeloos beledigen, dan heeft hij dus mis. Als wetgever? Als wetgever. Het is, wat hij heeft gedaan is A, in strijd met de grondwet, B, het is hoogst ongepast... en C, het is nog inconsequent ook. Want als je vindt dat het een neprechterbank is, moet je daar niet je laatste woord gaan staan houden. Ja. Theo Hiddema? Ben ik het met hem eens? Ja? Ja, ik vind het heel braafjes wat de rechtbank opmerkt, hoor. Maar hij heeft wel gelijk. Ja. Want vindt u ook dat een wetgever, en dat is Wilders als medewetgever... zich wel iets beter zou mogen gedragen in de uitlatingen... jegens de rechtbank en het rechtssysteem in ons land? Nou, het rechtssysteem is een ander verhaal. Als iemand het recht en de ambitie zeker heeft om het rechtssysteem te kritiseren... zei dat wel. Ja. Maar mag ik zo denken? Maar als je nou rechters nou zegt dat ze het volgens ook klaar hebben... en een neprechtbank, dat moet je niet doen, want dat is niet zo. Het klopt wat hij zegt, of wat er gezegd wordt...
dat de rechters met de wet in de hand een vonnis in elkaar hebben gezet en een bewezenverklaring hebben geconstrueerd, die kan. Mm-hmm. Maar de escape had hij ook kunnen doen. Hij had dus kunnen... je vindt wel dat het kan? Ja, het kan. Maar het is maatschappelijk hoogst onwenselijk. Eén, omdat de democratie in het vonnis, het licht van het vonnis, moet beschermd worden tegen Wilders. Daar komt het op neer. En vind je niet dan dat de wet gehandhaafd dan is die democratie worden? Geen knip voor de neus waard. Maar nou komt het, de kiezer die wordt met veel dédain bejegend. Hè. Ik, ieder ander die wil kiezen aan Wilders, die moet behoed worden voor akelige virussen die Wilders verspreidt als het gaat om discriminatie. Daar heb ik of een kiezer van Wilders helemaal niet voor nodig. Die kiezer die op Wilders kiest, die heeft dezelfde voorkeuren voor de demografische situatie die hij om zich heen ziet. Daar heeft hij Wilders niet voor nodig. Hij is helemaal niet ontvankelijk om door Wilders discrimineren te gaan denken. Twee, daar heeft de rechtbank niks over gezegd. Waarom mag je niet demografisch denken, als dat ook discriminerend mag heten? Kent u Paul Scheffer? Ja, die ken ik allemaal, denk ik. Ja. Die heeft in zijn boek gezegd, Het Land van Aankomst, dat als de sociale cohesie wordt bedreigd, lees door toeproep van islamieten, dan kan uitsluiting een optie zijn. Nou, als hij zodra die dus denkt, hé, de sociale cohesie wordt bedreigd, zou hij zeggen, eruit en er niet in. En dan? Ja. Nou, en dan? Kunt het ook niet. En dan heb je de PvdA-voorzitter die echt beledigend is om mensen in hun kern te raken met hun etnische capaciteit als het gaat om het plegen van misdrijven. Nou, dan zou ik de officier eens aankijken, kom tot bezinning, pak die roes weer op. Arme Samson, maar een boete krijgt hij toch niet, want hij wilde ze ook niet gehad. Dus het zal wel meevallen. Goed, tot u sprak Theo Hiddema. Gerard Spong nog een opmerking? Sluit ja, want hij verdient het laatste woord. Nou, dat hoeft niet. Zal ik het laatste woord dan nemen? Ik ben het in het geheel niet eens met mijn geachte confrère. En ik zal volstaan met te zeggen, wij wachten het hoger beroep rustig af. Goed, nou, misschien als meneer Paul het vaker hebben uitnodigt, dan kan daar het bijkomend effect van zijn dat we een duo optreden kunnen verzorgen. Dan worden we het heel Theo, eens met ik elkaar. Kijk er rijkhalsend naar uit. Ik neem een huisdier, je hebt er alleen één, we gaan de goede kant. Goed zo, harmonie. Tot slot nog even dit.